Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Mr. Rhino en welkom bij de tweede aflevering van Combat Junkie. Dit is de serie waarin ik jullie bijbreng over verschillende militaire conflicten. In de vorige aflevering hebben we het gehad over de Eerste Boerenoorlog. En vandaag gaan we het hebben over de Tweede Boeroorlog. Laten we beginnen. De Tweede Boeroorlog van 1899 tot 1902, ook bekend als de Tweede Vrijheidsoorlog, Zuid-Afrikaanse oorlog of Anglo-Boeroorlog, was een oorlog tussen de Nederlandstalige boeren van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Transvaal, en de Oranjeste Vrijstaat enerzijds en het Britse Rijk anderzijds. De oorlog was het gevolg van jarenlange spanningen tussen de boeren en de Britten. Hoewel het begon met conventionele oorlogvoering, stapten de boeren na de verovering van hun hoofdsteden over op guerrilla-tactieken, waarna de Britten terugsloegen met de tactiek van de verschroeide aarde en een van de eerste grootschalige gebruiken van concentratiekampen, waardoor er aan de zijde van de boeren veel burgerslachtoffers zijn gevallen. De oorlog resulteerde in een Pyrrhus-overwinning voor het Verenigd Koninkrijk en luidde het einde in van de onafhankelijke boerenrepublieken. De strijdende partijen waren als volgt. Aan de ene kant had je het Verenigd Koninkrijk met de Kaapkolonie, Natal, Rhodesië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Brits-Indië en Ceylon. Aan de andere kant had je de Zuid-Afrikaanse Republiek, de Oranje Vrijstaat, met als buitenlandse vrijwilligers Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Rusland, Polen, Finland, Italië, Ierland, Zweden, Noorwegen en Denemarken. Aan de kant van het Verenigd Koninkrijk had je als leiders en commandanten Alfred Milner, Red Vers Buller, Horatio Kitchener en Frederick Roberts. En aan de kant van de Zuid-Afrikaanse Republiek en de Oranje Vrijstaat had je Paul Kruger, Louis Botha, Schalkburger, Koos de La Rey, Piet Cronier, Martine Stijn en Christian de Wet. Een beetje voorgeschiedenis. Boeren is de benaming voor afstammelingen van Nederlandse kolonisten, Afrikaners, die naar het noorden migreerden in de grote trek om aan de Britse heerschappij over de Kaapkolonie te ontkomen. Na de stichting van vele boerenrepublieken bleven er uiteindelijk twee grote staten over. De Zuid-Afrikaanse Republiek, Transvaal en Oranje Vrijstaat. Het Verenigd Koninkrijk had ondertussen al de kust van Zuid-Afrika in zijn bezit en zat midden in de wedloop om Afrika. In 1877 annexeerde het Verenigd Koninkrijk het failliete Transvaal van president Thomas Frans Burgers. Enkele jaren later brak er een opstand tegen deze annexatie uit onder leiding van Paul Kruger, wat leidde tot de Eerste Boerenoorlog. Deze werd gewonnen door Transvaal en de Republiek werd weer onafhankelijk verklaard, hoewel onder de suzereiniteit van de Britten. In 1885 werd in Transvaal bij Witwatersrand goud gevonden in een kilometerslange ertslaag.
De lucratieve mijnbouw trok een grote stroom van niet-boerse migranten, immigranten, uitlanders aan. De nieuwelingen werden niet met open armen ontvangen door de boeren, die vreesden een minderheid in eigen land te worden. Engelse mijneigenaren, de Goldbugs, goudkevers, oefenden druk uit om de regering van Transvaal over te nemen vanwege de voor hen nadelige monopolies op dynamiet en de kosten van de diepe goudmijnen. De kwestie van de politieke rechten van de uitlanders, wanneer ze stemmen hun recht zouden krijgen voor de volksraad, werd hoog opgespeeld. Schermutselingen en hard optreden van de Transvaalse politie, de ZARP, leidden tot schandalen als de zaak Edgar, het voetzakincident, waarbij de politie in Johannesburg een Engelsman doodschoot die van moord verdacht werd. De publieke opinie in Engeland werd bewerkt met berichten dat de uitlanders als heloten mishandeld werden. In 1896 steunde Cecil Rhodes een mislukte staatsgreep, de Jameson Raid. Deze poging tot machtsovername werd in Transvaal al zeer bedreigend beschouwd. De Volksraad van Transvaal besloot tot aankoop van moderne wapens uit Duitsland, mausergeweren en Frankrijk, kanonnen van Le Creusot, waarmee de banden met deze landen verder werden aangehaald. Ook zocht Transvaal toenadering tot Duits-Zuidwest-Afrika, wat de Britten niet konden toestaan. Dit was een van de vele kleine stappen die zouden leiden tot het grote conflict tussen beide wereldmachten, de Eerste Wereldoorlog. Alfred Milner, de Britse gouverneur voor Zuid-Afrika, onderhandelde met Paul Kruger en diens minister Jan Smuts op het station van Bloemfontein over de Britse eisen voor versneld stemrecht voor de uitlanders van onder meer Johannesburg. Milner liet met opzet de onderhandelingen mislukken, waarschijnlijk tegen de wil van de Engelse minister van Koloniën, Joseph Chamberlain. Kruger merkte op: U wilt mijn land. Op 8 december 1899 stuurden de Britten 10.000 soldaten naar Natal en op 22 september nog eens 47.000 man. Dit was de aanleiding voor een ultimatum van de Volksraad en Kruger, precies zoals Milner gehoopt had. De Britten werden beschuldigd van schending van het Verdrag van Londen van 1884 over de onafhankelijkheid van Transvaal. Groot-Brittannië moest arbitrage toestaan, zijn troepen van de grenzen terugtrekken, recente versterkingen terugtrekken en geen verdere troepen laten landen. De Engelsen reageerden niet. Na het verstrijken van het ultimatum op 12 oktober 1899 deelden de boeren de eerste slag uit. Tussen oktober 1899 en januari 1900 vielen ze de Kaapkolonie en Natal binnen. Ze belegerden de Britse garnizoenen in de steden Ladysmith, Mafeking, verdedigd door troepen onder aanvoering van Robert Baden-Powell en Kimberley. In een week, 10 tot 15 december 1899, boekten de boeren drie verschillende overwinningen op de Britten. De slagen van Stormberg, 10 december, Magersfontein, 11 december, en Colenso in Natal, 15 december. Deze week staat bij de Britten bekend als de Black Week. Pas nadat op 14 februari 1900 versterkingen arriveerden, kon de Britse troep onder aanvoering van Frederick Slee Roberts een tegenaanval uitvoeren om de garnizoenen te ontzetten.
Het ontzet van Mafia Gang op 18 mei 1900 leidde tot uitbundige vieringen met The King in Engeland. Op 27 februari verloren de boeren de slag bij Paardenberg. De boerenbevelhebber Piet Cronje werd met 4000 man krijgsgevangen genomen. Cronje werd naar Sint-Helena verbannen. Op 13 maart namen de Britten Bloemfontein in en op 5 juni Pretoria, de hoofdsteden van Oranje Vrijstaat en Transvaal. Eenheden boeren vochten de daaropvolgende 2 jaar een guerrillaoorlog onder leiding van generaal Christiaan de Wet, Jan Smuts, Louis Botha, Koos de La Rey, Martinus Teunestein, James Barry Munnik Hertzog, Pieter Hendrik Kitchener en anderen. De Britten, onder Lord Kitchener, reageerden met het vernielen van boerderijen, het be in beslag nemen van voedsel en het inrichten van concentratiekampen waarin de familie en personeel van boeren werden vastgehouden. Kitchener voerde door Transvaal heen een systeem van honderden kilometers van blokhuis en prikkeldraad in om de guerrilleros in hun bewegingen te beperken. De term guerrilla werd toentertijd als beledigend ervaren door Christiaan de Wet, die het een scheldnaam noemde. Volgens hem kon Groot-Brittannië zich nooit het recht aanmatigen om de Transvaalers en Vrijstaters guerrilla's te noemen, omdat Groot-Brittannië de regeringen van de Boerenrepublieken meermaals erkend had bij traktaten. De Britten suggereerden zo namelijk dat de Britse regering regulierder en rechtmatiger was dan de regering van de Boerenrepublieken. Guerrilla's zijn immers ongeregelde troepen. In de Zuid-Afrikaanse concentratiekampen was de hygiëne slecht en werden de geïnterneerden zwaar verwaarloosd, waardoor er bij de boeren 27.927 vrouwen en kinderen, van wie 22.000 en 74 onder de 16 jaar om het leven kwamen van honger, ziekte en uitputting. Nadat Emily Hobhouse de erbarmelijke omstandigheden aan de kaak stelde en de Britten de militaire kampleiding hadden vervangen door burgers, ging het een stuk beter. De circa 20.000 inheemse Afrikanen die eveneens omkwamen in concentratiekampen worden nog altijd vaak vergeten. De laatste boeren, de Bittereinders, gaven zich over in 9 mei 1902 en de oorlog eindigde met het verdrag van vereniging in diezelfde maand. De strijd had het leven gekost aan 7000 boeren in de strijd en ongeveer 28.000 boerenvrouwen en kinderen in de concentratiekampen, plus circa 20.000 mensen van inheemse afkomst. Er kwamen 20.000 Britse soldaten om door strijd en vooral ziekte, onder meer tyfus. De kosten aan Britse kant waren opgelopen tot 200 miljoen pond. De overeenkomst maakte een eind aan het bestaan van de Zuid-Afrikaanse Republiek en de Oranje Vrijstaat als boerenrepublieken en bracht ze binnen het Britse Rijk, als respectievelijk de Transvaalkolonie en de Oranje Rivierkolonie. De boeren ontvingen 3 miljoen pond als compensatie en de belofte dat ze ooit zelfbestuur zouden krijgen. Met de bepaling dat de politieke rechten van niet-blanken pas na zelfbestuur geregeld zou worden, werd de basis voor de apartheid gelegd. In de oorlog vochten 2000 Nederlandse, Duitse, Scandinavische, Franse, Vlaamse, Russische, Ierse, Poolse, Italiaanse en Oostenrijkse vrijwilligers als strijders aan de boerenkant. De boeren kregen tijdens de oorlog diplomatieke steun vanuit Nederland en Vlaanderen. Ook koningin Wilhelmina zette zich in voor de boeren.
Na de oorlog werden er ter herinnering aan de strijd een aantal monumenten opgericht en zijn er in een aantal steden Transvaalbuurten gesticht, waarin vele straatnamen vernoemd zijn naar prominente boeren tijdens de oorlog. En dat is ongeveer het meeste van de Tweede Boerenoorlog, Rhino's. De Zuid-Afrikaanse Republiek won de Eerste Boerenoorlog. En het Britse Rijk de Tweede. Je vraagt je dan eigenlijk af waarom we altijd oorlog hebben. En waarom we eigenlijk nooit goed met elkaar om kunnen gaan. Nou, daar weet ik het antwoord wel op. Omdat sommige mensen heel gemeen zijn, en gewoon het zwaard of het geweer of wat voor wapen ze dan ook hebben te laten spreken. Dat hebben ze dan gewoon het liefst. Nou goed. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze informatieve aflevering. Ik zie jullie weer in aflevering 3.